Dus welkom allemaal bij deze video. Vandaag is een speciale video. Wil ik het hebben over iets wat ik wil doen. Dus mijn computer staat op door op de bovenste knop van boven te duwen natuurlijk, zoals elke computer doet. En ik had een heel tijd geleden een soort doosje gezien. En dat stonden allemaal knoppen op en al. Het leek juist op een nucleaire lanceerdoos, zou ik kunnen zeggen. Je ziet wel zo'n doosje met allemaal schakelaars en dan een drukknop, sleutelkunde en al, en een rampjes. En ik dacht van, wauw, dat voor een computer te starten. Iemand had dat gemaakt en dacht van, dat wil ik ook. Dat is heel cool, dus ik gezocht. Ik moet het zelf maken, het bestaat niet. Dus, dat is wat we vandaag gaan doen. Ik heb even voor duidelijkheid, we hebben natuurlijk een naakte schema dat van toepassing is bij mijn opstelling. Ik zou zeggen, bekijken even. That's it. Dus nu gaan wij een kist tekenen voor dat allemaal in te zetten en dan gaan we die 3D printen. Laten we timelapse beginnen. Oké, dus ik ben Kalle. Dat weten we allemaal al wel. Niet per se, maar een grote fout gemaakt. Om het zo zeggen. Ik was dus bezig met het tekenen, OBS stond open. Maar ik was vergeten op start het opnemen te duwen. Dus nu heb ik niks opgenomen. Dus dit is wordt de bovenkant of voorkant van het plaatje. Die komt eigenlijk onder, als dit met een tablet van bureaus komt dat hier zo te staan. En hier gaan dan ook de knoppen uitsteken. Dus hier komen de drie schakelaars. Hier komen drie LEDs, rode. En hier komt een drukknop waarmee je de computer start. En een groene LED. Die komt langs de voorkant van mijn bureau. En dit is het gehele doosje wat erachter zit. Hier zijn schroefgaatjes voor mijn draden natuurlijk. Vanachter is een opening zodat de draden allemaal naar de computer kunnen. Deze gaten zijn voor te bevestigen aan mijn bureaublad zelf. En dan gaten voor de schroefdraaier door te steken of course. Dus nu gaan we over op de timelapse van het printen. Ik heb geprobeerd het opnemen van de prints. Ze zijn allebei vrij goed gelukt. Hier is het bakje. Dus die komt dus eigenlijk zo onderin het bureau. En dit is dan de voorkant van het bakje. Dus de knop en de drie schakelaars en de leds. Dus als het bakje zo komt, dan komt dit tevoren. En zo heb je dan je startbox. Nu, ik heb geprobeerd te filmen, maar het is een tijdje gestopt en ik kreeg niet meer aan, niet meer filmend. Dus dat is heel spijtig, maar ik wil even een gedetailleerder beeld. Dus nu gaan we deze hier zo monteren en dan onder mijn bureau natuurlijk. Maar wat we nu dus allemaal moeten doen is alle draden gereed maken voor aan te sluiten. Dus ga ik het aansluitschema erbij pakken en dan gaan we beginnen met het solderen. Into the night, city lights are dancing, slowly falling apart. The shadows causing an outbreak of wishing upon a star. This time I'm feeling stronger, and I know I can do better. The shadows causing an outbreak. I'm turning the light. We're gonna light it up, light it up. Light it up, light it up, light it up, causing an outbreak.
Hey, dus nu is het tijd voor de test. Ik ga. De code is geüpload. Ik heb al wat getest, maar het is nu ook een andere dag. Dus nu steek ik gewoon de kabel in. De computer detecteert hem. Hop. En zodra die piept, weet ik dat hem werkt. Dan is hier telkens ook veranderen. Maar ik zet even uit. Lampje uit, hoort te klikken en het werkt niet meer. Ja, werkt. Dus nu kunnen we hem dicht doen. Om hem dicht te doen, ga ik eerst even alle schakelaars uitzetten. Dan trek ik hem even terug uit op de computer. En nu ga ik deze vier schroeven in de, of bouten moet ik wel zeggen, in de voorziene gaten doen. Oké, dus nu ook even over het deel gaan waar we de code bespreken. Dus het eerste wat we gaan doen is eigenlijk alle variabelen, alle pinnen, alle aansluitingen declareren. Dus welk kabeltje naar welke pin op de Arduino gaat. Daarna gaan we ook elke pin instellen op de Arduino. Dus je moet kiezen tussen een pin die je, waar input naartoe gestuurd komt. En een output, een pin die iets moet gaan uitsturen. Dus dat moeten we configureren. Schakelaars of course input en relay en lampen output. Nou, daarna bewerken we ook met negatieve logica voor sturing. Dus alles wordt constant gevoed vanuit Arduino. De relay, de lampen, de schakelaars. Maar ze worden uitgezet via een door een tegenspanning te sturen. Ik zou zeggen, zoek het dus op wat negatieve logica is. Dan begrijp ik het misschien beter. Dus zetten we eerst alle pinnen even high, dat ze negatief gestuurd zijn. Daarna gaan we elke pin waar het schakelaar op aan zich gesloten is uitlezen. Zodat we de stand van de schakelaar kunnen bepalen. En dan gaan we gewoon iedere keer kijken, is de schakelaar, is de pin van de schakelaar hoog? Dat betekent dat die input krijgt. Dan moet de led uit. Het is reversed. Dan ook negatieve logica. Dus we gaan gewoon op basis van de stand van de schakelaar bepalen of de lamp er bovenaan of uit moet zetten. En dat herhalen we 3 keer voor elke led. En daarna komt er nog een stukcode. Waarbij we alle drie schakelaars nakijken. Als die allemaal hoog zijn. Dan pas mag de laatste led aangaan, de gele. En, of groene. Ik had een beetje speling, dus heb ik voor de gele gekozen, omdat het wel cooler was. En als die allemaal hoog zijn, je gaat ook nog het relay schakelen. Dus dat betekent dat ik de drukknop kan induwen, waardoor de computer kan starten als de kring is gesloten. Dus dit is een quick overview van de code. Ik zal het ook in de beschrijving zetten. Zo, en om nu te bewijzen dat het nog altijd werkt, steek ik hem even terug in. Is verbonden. Hop. Werkt niet. Wel. Werkt niet. Top, en het werkt. Nu gaan we hieronder monteren. Oké, dus het is tijd om te testen. Alles is aangesloten. Dus. Yes! Woe! Krijgen we beeld? Oh, wacht, de kabel steekt niet in. Godver! Dat je dus, zoals jullie dus kunnen zien, werkt de schakeling. Hetgeen is wel, als ik nu ze aanzet en dan op de knop duw, dan gaat de computer ook uit. Dus dan moet ik op zien dat er niemand aankomt. Maar voor de rest is het echt een heel chic iets. Dus wil ik jullie bedanken voor het kijken en zoals ik zei, doe je en tot de volgende keer. Yo! Nog even een quick note. Als jullie dit project willen namaken, ik zal mijn e-mailadres in de beschrijving zetten.
En dan moeten jullie daar maar gewoon een mailtje naar sturen. Voor de bestanden. En dan stuur ik alles door. Ik kan ze ook openbaar zetten op internet. Maar daar ben ik nog niet zo heel weg mee. Voor een Google Drive. Maar ik zou zeggen, wil je het namaken? Of bekijk de video echt heel. Hoe moet ik zeggen? Heel aandachtig. Of stuur me gewoon een mail en krijg je alle bestanden, de tekeningen, de 3D-ontwerpen, de printmodellen. De printmodellen moet je ook nog maar zeggen als je welke printer je gebruikt, maar zelfs de 3D-modellen al doorsturen. Typeschakelaars, links, dat zal ik er allemaal aan doorsturen. Dus wil je het namaken of wil je de info van waar ik het heb gehaald of hoe ik het heb gemaakt, ja, hoe ik het heb gemaakt, weet je, waar ik dan de onderdelen allemaal heb gehaald of de bestanden ervan, stuur me een linkje en stuur me een mailtje via het mailadres dat ik in de beschrijving zet. En dan stuur ik jullie alles door.